Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon debielen die in de donker aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. En is ook wel, denk ik, met die trend van zeer inclusief te zijn. Als je het woord inclusief moet definiëren, moet je per definitie zeggen waaraan dat je allemaal exclusief bent. En heb je dus heel veel labels om tot een inclusieve maatschappij te komen. En in die mate merk je dus ook echt wel dat er veel labels worden uitgekeerd. Vroeger, vandaag heeft ook, dat is niet om het te veralgemenen, maar iedereen ADHD. En vroeger was een kind gewoon druk en moest dat rustig leren zijn. En het gaat niet over wat waar is of onwaar. Het gaat wel over wat we inderdaad normaal vinden. Of waarbij dat we zeggen, kom, waar dat we het nu belabelen. En inderdaad, mensen maken dan wel een beetje zo'n labels onderdeel van identiteit. Maar ook wel een soort van rigide gevolgen. Omdat je dan denkt, nu ben ik dit, dus het is maar zo en zo. Ja. Of is mijn statement? Maar, ja, in een van mijn vorige columns ging precies daarover. Okay. Omdat volgens Ikuro net zo naar een enquête, 22% van de Vlamingen zou echt aan een psychische ziekte lijden. Vorig jaar, 22%. Dat is 1 op 5. Ja. Dat is ongelooflijk veel. En dan had ik een boek gelezen van Alan Francis, die meegewerkt heeft aan die DSM 3 en 4. Dus nu is er al een 5. En die beschrijft heel mooi dat proces van hoe dat voortdurend opgerekt wordt en meer diagnoses worden geschreven. En over ADHD schrijft hij daarin dat de beste voorspeller of een kind ADHD zo'n diagnose krijgt, is de verjaardag. Hmm. En dat is zo pijnlijk. Maar als je aan het einde van het jaar verjaart, heb je 2 keer zoveel kans om ADHD toegewezen te krijgen. En dat is heel logisch. Je zit in een klas en degene van hetzelfde jaar die in december geboren zijn, die zijn bijna een jaar jonger dan degene die van hetzelfde jaar in januari geboren zijn. Ah, gewoon puur biologisch verschil. Ja, die zijn gewoon immatuur. Die zijn gewoon nog kinderachtiger. Mm-hmm. Ja, dus die zitten nog niet zo stil. En die kunnen nog niet zo volgen. En die kunnen zich nog niet zo concentreren. Ja. Als je 5 jaar of 6 of 7 bent, is 10 maanden of 11 maanden. Ja, dat is een immens verschil. En dus krijgen die eigenlijk onterechte diagnose, met alle medicatie enzovoort hieraan. Het sluit aan bij wat je zegt van vroeger was een kind gewoon druk. Maar dat gewoon door die eisen dat iedereen zich helemaal hetzelfde gedraagt, dat je ziet dat degenen die daar buiten vallen, dat eigenlijk vooral de jongere kinderen zijn, die krijgen dan voor de helft meer van die diagnoses. En ik vind dat eigenlijk zo ongelooflijk triestig. Mm. Het zijn eigenlijk ook halve valse diagnoses. In die zin dat ze uiteindelijk puur de context een beetje fout inschatten en niet het kind naar de biologische leeftijd in. Ja, en ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Dat geeft ook de leerkrachten een soort houding. Van het is niet mijn opvoedmethode, het is daar. Ja. Geeft die medicatie en die blijft ook. Het kan ook nog een derde iets zijn, hè, buiten het kind of de leraar. Of misschien inderdaad nu dat. Hè. En ja, maar ik bedoel, dat is met zo'n diagnose is dat voor de leraar ook van het is opgelost. Ah, dat kind heeft dat. Of voor de ouders, geeft die medicatie, dan zit die ook echt wel stil. Natuurlijk, bij sommige kinderen is dat nodig, maar als je ziet hoe dat het toeneemt, dan is dat toch een ontwikkeling die mij wel, ik stel me daar dan wel vragen bij. Hmm. En mij fascineert het sowieso, dat idee van vroeger moest iedereen normaal zijn, nu willen mensen ook heel graag bijzonder zijn. Maar is het niet daardoor normaal geworden? Is het bijzonder geworden? Ja, als iedereen iets heeft, dan is het ook normaal van het te hebben. Ja. Ja, vroeger was het bijvoorbeeld tattoos. Was vroeger ook iets speciaals. Nu heeft iedereen zijn boeven. Ah, het is een stom. Ik niet, dus ik ben. Oké, dan zijn jij nu speciaal. Native Indians hadden ook al tattoos, speciaal. Ja. Dus dat is gewoon uit de mode. Maar. Ja, eigenlijk, mode is ook een groot onderdeel inderdaad van identiteit en speciaal zijn natuurlijk. Proeven, ja. Taste the way. Proeven, doordrinken. En is normaal zijn ook een begrip dat toch pittig evolueert? Ja, en heel moeilijk te vatten is ook. Normaal heeft ook een groot opgang gemaakt met de uitvinding in de 19e eeuw ook van de Gauss-curve. Dus voor alles en nog wat. Voor hoe groot je bent, hoe slim je bent, hoe wat dan ook. Alles kan je in een Gauss-curve steken. Mm. En dan zie je dat 90% van de bevolking ongeveer tussen 2 parameters valt. En dan aan de beide uitersten heb je altijd een procentje dat eruit valt. En dat in plaats van een gewoon statistisch gegeven dat de wereld beschrijft, is dat een soort norm geworden. Mm. En daar heeft die normaal ook heel erg mee te maken. Van, je valt niet in de norm, dan ben je abnormaal. En dat wordt een soort ideaal in plaats van gewoon te zeggen, oké, sommige mensen
zijn gewoon wat anders dan de anderen. Er wordt dat eigenlijk iets van iedereen moet zo zijn. Mm-hmm. En dat heeft een enorm effect ook gehad op de samenleving. Je bent niet gewoon een beetje anders, maar je bent echt wel gek of er schort iets aan jou. En je ziet dat, ik vind dat ook echt wel een tendens, dat ook qua gedrag en zo van mensen, alles wordt veel meer en meer genormeerd. En voor alles zijn regeltjes. Mm. Ik las een interview met Axel Dazeleer en die betreurde dat bijvoorbeeld in Antwerpen de cafés om 12 uur al dicht gaan. En want het is een soort van norm van, je moet stil zijn om dat uur, je moet... Mm. Alles ligt zoveel meer vast. Dat weet je op voorhand, als je op het Mechelsplein of de Grote Markt gaat wonen, ja, er zijn cafés, dan kan het wel eens laat en luid worden. Hè. Dat is toch ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Hey, dat zijn zo van die dingen dat ik wel kan volgen. Van, mannen, is niet overdrijven in die overregulering. Hè. Ja. Of dat normaliseren van bepaalde zaken... eigenlijk abnormaal is. Regulitis. Nee, maar in zekere mate, ja, ik vind dat wel interessant, want er is ook een hele korte link tussen normen en waarden en wat normaal is. Want er is misschien een statistisch model om te bepalen wat normaal is, en dan moet je gewoon zeggen, ja, dit is over het algemeen het gemiddelde. Maar dan heb je ook effectief wel de link tussen normen en waarden en die zaken als normaal of abnormaal beschouwen. En vandaag gebruiken we medische labels misschien om onderscheidingen te maken. Maar we doen ook heel vaak op persoonlijkheidstrekken of vaak op rituelen of gedrag dat eigenlijk geen directe correlatie hebben met een bepaald gemiddelde, maar gewoon ja, in een groep meer of minder getolereerd worden. Dus ook daar zit je wel met ja, een heleboel labels. Ik vraag me altijd af in hoeverre dat ons dat soms een beetje... zoals ik in het begin zei, rigide maakt in onze persoonlijke ontwikkeling. Want zodra dat je een label krijgt, definieert je recht mee. En dat hebben we er straks ook gezegd, maar ik ben er zeker van, als ik het ooit had laten onderzoeken, had ik waarschijnlijk ADHD gehad. Maar ik heb dat nooit laten doen, dus nu ben ik helemaal niet gebonden aan die beperkingen die ADHD opleggen. Terwijl dat waarschijnlijk de rest van de wereld ze wel ervaart natuurlijk, maar ik alleszins niet. Ik heb er wel last van. Ja, dat kan ik best snappen. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd in, omdat we meer en meer dingen gaan benoemen, en we ook altijd het gevoel hebben dat meer en meer de wereld zich moet in zekere mate aanpassen aan wie dat we zijn, komt er toch wel een soort van, niet slachtoffermentaliteit, maar toch wel iets waar het gevoel geeft van, goh, ik heb dit en dit, dus nu zo. En die heel mathematische manier om te kijken waarom dat je zomaar bent, ik ben daar niet de grootste fan van. Nee, ik ook niet. Ja. Nee, twee dingen. Dit is, ten eerste, ik las onlangs een boek van Rachel Aviv, dat is echt een fantastisch boek, Vreemden voor onszelf, en dat gaat over... psychopathologie, dus psychisch welzijn en ziekte, maar in verschillende culturen, aan de hand van verschillende gevallen. Ja. En die vrouw zelf, die is nu 30 jaar, en die was het eerste geval van anorexia als ze 6 jaar was, ooit opgenomen in een ziekenhuis. In dat ziekenhuis was ze de allereerste. En ze was daar met meisjes die toen 10, 12 jaar waren. Maar na een paar jaar was ze zogezegd genezen of was ze beter. Er was ook een heel zware probleem in haar familie, met haar ouders. Maar daarna ging het dan beter. En dus dan sindsdien... Ze heeft nog wel altijd die mogelijkheid van zo anorectisch te zijn, maar ze heeft daar nu eigenlijk niet zoveel last meer van. Verschillende van de meisjes die 10, 12 jaar waren toen zij daar zat, zijn ondertussen overleden. Mm. En zij zegt, ik heb zo'n geluk gehad dat ik met 6 jaar te jong was om die identiteit anorexia aan te nemen. Ja, ja. Maar voor die anderen, en zeker als die in hun puberteit waren, werd dat een identiteit. Ja. En die geraakten daar niet meer uit.